ik vond het leuk. Ik zag het idee en ik dacht, nou, dit wil ik wel doen. En ook om gewoon de confrontatie met jezelf aan te gaan. Want zo back to basic kun je het niet bedenken. Tussendoor lig je maar een beetje in je hutje. Je hebt verder geen prikkels die je hier dagelijks hebt. Hè? Sporten of de stad in. Je moet gewoon ja, maar met jezelf rooien af en toe. En dan maar een beetje in je bedje gaan liggen of op je matje. En dan kom je gewoon, dan denk je over je leven na. Daar word je wel toe gedwongen op een gegeven moment. Mannen en vrouwen zijn gescheiden. Heel heftig, dat begint al mee. Vrouwen moeten wassen halen, water halen. Moeten we apart, mogen we niet kijken? Absoluut niet. Absoluut niet. En wij hoeven eigenlijk vrij weinig te doen, dus het zit helemaal goed. Rituelen waren op zich niet zo heel erg heftig. Het enige wat ik smerig vond is dat wij... Maar dat is niet echt een ritueel, het is meer een way of living. Dat die hutten waar ze oorspronkelijk in leven, die houten hutjes, die zijn dicht gemetseld, geïsoleerd met geiten- en koeienpoep. En die moest ik helaas verzamelen, die poep. Met mijn blote handen in de verse natte geitenpoep. Dus dat vond ik niet zo leuk. Maar voor de rest viel het eigenlijk reuze mee en wij waren ook niks verplicht. Ja, ze zitten gewoon lekker bij het kampvuur en we dansten veel. Dat dansen vond ik heel leuk. Rond het kampvuur dansen met z'n allen en dan dat klappen. En ja, dat heeft ook een soort bindingsfactor, weet je wel. Dat vond ik wel mooi. Ja, nou ja, ik stond wel in de grond genageld de eerste paar minuten toen ik het hoorde. Maar ja, daarna dacht ik, ach, dit is toch zo geniaal. Ik bedoel, wie dit bedacht heeft, het is prachtig, ja, om onderdeel te zijn van iets wat onderscheidend is. Weet je, het is wel een uniek concept. Ja, ik heb enorm gelachen en ik heb het ook soms heel zwaar gehad. Ik heb heimwee gehad. Ik was helemaal kapot. Ik heb een week lang geslapen, de hele dag door toen ik thuis kwam. Maar ik zou het nooit weer doen.